Je zusje is echt een bitch. Of doet ze dat maar zo voor in de video? Verwijder je kutkanaal. Blaf alle haters. Helemaal, ik ben Mandy en vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. Vandaag ben ik weer met Jamie. En jullie hebben waarschijnlijk al gezien in de titel en hierachter. Wij gaan vandaag reacties en haatreacties. Haatreacties beantwoorden en daarop gaan reageren. Oh. Jongens, deze maand gaan wij nog een video opnemen. Wij gaan namelijk dit maken. Wij gaan zo'n snoephuisje maken. En daarvoor willen wij graag ondertussen vragen gaan beantwoorden. Dus als jullie nog leuke, originele of andere vragen hebben, hallo, voor ons. Laat even weten in de reactie. En dan gaan we nu reageren op de reacties en de haatreacties. Yes! Ik heb hier dus mijn laptop en wij hebben twee video's van ons samen met de Gummy Bears Reel. Die echt onwijs vaak bekeken zijn, echt super leuk. En doordat het zo vaak bekeken wordt, zien heel veel mensen dus. Dat is echt heel logisch. Daar wordt dan heel veel op gereageerd, dat bedoel ik meer. En daar zitten heel veel leuke reacties tussen, maar ook heel veel haat. Minder leuke reacties tussen. En vooral heel veel haat over Jamie. Daar gaan we vandaag over hebben. Als eerste wil ik wel zeggen dat haat... Ja, weet je, wij kunnen er best wel goed tegen. Persoonlijk lach ik altijd eigenlijk best wel vaak om haatreacties. Ik vind het eigenlijk gewoon super grappig. Maar er zijn ook mensen die er totaal niet tegen kunnen. Dus let altijd op wat je zegt. Want meestal worden die dingen ook wel gewoon geplaatst door kleine kinderen. En mensen die niet zoveel te doen hebben met hun leven. Gewoon mensen. Maar kijk, hate is all my biggest fans. Dat is toch ook gewoon zo? Want waarom kijk ik anders naar die video? Ja, precies. Je moet er gewoon geen aandacht aan besteden. Maar vandaag doen we dat wel even een keertje. Ik heb hier allemaal haatreacties. De allereerste haatreacties zijn wel tegengekomen. Jamie lijkt echt op zo'n populair meisje die een vriendje heeft en zo. En jij lijkt op een nerd die geen vrienden heeft. En jullie lijken totaal niet op elkaar. Hoe lees jij dat voor dan? Dat is nog het grappigste van alles. Wat vind je ervan? Ja. Nou ja, eigenlijk is het meer de vraag wat ik daarvan vind. Ja, ik word hier de nerd genoemd. Het is meer haat voor jou, want voor mij is het niet echt heel veel beledigends of zo. Nee, eigenlijk, ja. Zie ik eruit als een nerd? Zie ik eruit als ik geen vrienden heb? Die drukste staat eigenlijk gewoon helemaal nergens op, want... Ja, hoe zie je dat aan iemand? Dat kan niet. Ja, Oké, jongens, ik zie dat jij populair bent. Ja, jij de nerd. Dan zijn er ook onwijs veel reacties over Jamie gekomen. Wat voor zagge kutvriendin heb jij dan? Nou ja, jij bent mijn vriendin niet. Nee, dat is dus al het eerste. Mensen die letten sowieso nooit op in een video, want we hebben het dus duidelijk verteld. Oh, dat is ook heel vaak gevraagd. Even kijken. Of wij nou zusjes zijn en wie de oudste is. Ja. Is zij je zus? Jamie. Ik weet niet hoe mensen Jamie schrijven. Wow, ik ben een Jamin of zo. Het lijkt echt op Jamin of zo. Het is sowieso moeilijk, maar toch. Wie is ouder van jullie twee? Nou, zullen we even dus vertellen? Ik ben de oudste. Nee. Ik ben dus Mandy. Ik ben de oudste. Ik ben 17 jaar. Jij bent? 14, bijna 15. En dat is dus Jamie. Alleen mensen denken altijd dat zij ouder is. Dus daarom zijn sommige reacties ook best wel verwarrend. Wie is er nu ouder? Jullie lijken echt op zusjes van 2 jaar die de hele tijd ruzie maken. Bijvoorbeeld wie het eerst een slokje water mag nemen. Echt baby's. Nou, je bent een baby dat je dit plaatst. Wij vinden dat gewoon grappig, jongens. Nou, jongens, het kan toch gewoon dat we een discussie maken over dat. Oh, deze volgende is echt erg. Nou dan. Kinderen zijn net als pannenkoeken. De eerste mislukt altijd. Lijkt als je ook de jongste thuis bent. Dat is geen haat. Terwijl, dat is haat voor mij. Weet je wat ze zeggen? De eerste, ik ben de eerste die mislukt altijd. Dus ik ben lelijk en jij bent goed gelukkig. Ik krijg stress door je zus. Ze bedoelt waarschijnlijk Jamie. Nou, weet je. Stress hem lekker, meid. Haar zus is echt niet leuk. Jouw mening. Ze zei het is niet zuur, maar ondertussen ging ze helemaal dood van binnen. Maar als ik zeg dat het niet zuur is, waarom... Ga niet zo op reageren. Normaal vind ik het leuk, maar dat mens met dat witte shirt deed steeds zo negatief en... Hijglas. En zo naar Sophie, hijglas! Dat het gewoon een stomme video was om naar te kijken. Jij bent echt hijklus. Je zus is echt heel lui. Ja. Dan weet je, je hebt het goed gezien. Ik ben lui. Wist ik al. Jamie is irritant. Irritant. Kijk. Er staat irritant. Hè? Irritant. Mensen, voordat ze een haatreactie gaan plaatsen, moeten ze eerst even leren. Ja, eerst even je grammatica goed kunnen. En dan mag je plaatsen. Ja. Dank u wel. Je zus is keigemeen. Ja, weet je. Ik ben keigemeen. Keigemeen, Alisa. Jamie, het lijkt. Jamie, staat Jamie hoor. Jamie, het lijkt echt alsof je het heel erg leuk vindt. Dus Jamie kijkt. Ik had daar volgens mezelf ook nog gereageerd. Ja, dat zei mij ook.
maar dat heb ik ook in een andere video gezegd. Ik vind het heel ongemakkelijk om tegen een camera te praten. Maar nu gaat het steeds beter. Even ervaren worden. Ja, want voor de eerste keer is dat echt heel gemakkelijk. Ik ga maar zelf een keer in... Nou, doe maar niet. Maar probeer het zelf maar eens een keer tegen een camera te praten. Om dit op YouTube te zetten. Dat is wel, zeg maar, moeilijk voor de eerste keer. Dat kind rechts zeurt alleen maar omdat hij krijgt. Ja, maar weet je, het is ook zo. Want ik lust bijna niks. Ja. Dat, daar zijn ook heel veel reacties op gekomen. Jamie lijkt me echt gemeen. Puntje, puntje, puntje. You don't know me. Jamie is best wel droog. Geen haat, maar ik vind het zelf niet heel leuk. Als je het eens bent, reageer of like. Twee mensen hebben het geliked. Weet je, ik ben droog. Dat klopt, ik ben gewoon drooggekloot. Maar weet je, dat zit gewoon in. Maar als je dat leuk vindt, zeg je probleem toch? Hoef je niet te kijken. Het wegklikknopje zit onderin. Er staat niet verplicht om te kijken. Ja. Dus. Je zus. Love alle haters. Grappig. Je zusje keek de hele tijd niet blij. De andere zus met die white is echt raar. Zo, zijn we nou Nederland of Engeland? Ja. I don't know. Maar ik ben raar, klopt. Dat meisje met dat witte shirtje aan moet niet zo stoer doen. Ze denkt dat ze een celeb is. Een celeb, hoe zei je dat? Nou, überhaupt gewoon, waarom zou je dat niet denken? Ze denkt dat ze een celeb is. Denkt de knapste te zijn. Die andere zus is tenminste grappig en doet gewoon leuk mee. Lekker nuchter. Nee, ik ben sowieso nuchter. Nou, ten eerste, ik denk nooit dat ik een celeb ben. Ik zou een niet... celeb? Mag je handtekening? Nee, ik denk niet dat ik een celeb ben. Nee, gewoon nee. Nee. Nee, want waarom zou je dat commenten? Even serieus. Oh, en de naam van dit persoon is ook nog anoniems. Anno. Ja, even... Goed als je je naam erbij durft te zetten, meid. Of jongen, dat kan ook nog natuurlijk. Don't judge. Je zus is echt niet leuk. Zij is als zij het maar goed heeft en anderen maakt het niet uit. Nou, soms wel. Maar nee, eigenlijk heel vaak. Jamie kan ook wel heel aardig zijn, jongens. Maar kijk, als ik gewoon zo gereinigd ben, elke ochtend... Je zusje is echt een bitch. Of doet ze dat maar zo voor in de video? Waarom zou ik dat doen voor de video? Ik ben gewoon droog en dat kan verkeerd overkomen. Maar dat bedoel ik echt niet zo, weet je wel. Het is gewoon... Nee, ik weet niet. Jamie is raar. I know. Dat hoef je niet te vertellen. We gaan door met mijn haat. Je bent echt stom. Smiley, 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 smiley. Wacht. Wat is dat? Hoor dat niet? Alsof een dak instort of zo. Mandy is een beetje saai, maar voor de rest vond ik het gewoon goed. Ten eerste, ik heet Mandy. Of Andy. Nee, ik heet Mandy. Andy. Voor jou Andy. En het klinkt echt alsof het een Void auditie is of zo. Nou, dit vond ik niet zo goed, maar dit vond ik wel goed. Ja, dit is een haatreactie voor Denise. Ke bent een vervelende zaggerijnerd. Wie is Denise? Ik heet Mandy Denise, dus misschien is het voor mij. Maar diegene kan ook niet schrijven. Die blonde met gestreept shirt is raar. Ben je blond? Zucht. Ja, ik ben donkerblond. Maar ik bedoel, hè. Nee, maar het zijn gewoon allemaal reacties die allemaal gewoon fout ook nog eens gespeeld zijn. Dus mensen, voordat je een haatreactie plaatst, leer even spellen, joh. Ja. Oké, ik zeg het eerlijk. Tussen haakjes. Geen haat. Wat een kutstem heeft die linker. Waarom zeg je geen haat? Waarom zeg je? Dat is zo bereik, ja, soms erg. Nee. Waarom zeg je geen haat als er daarna iets hatelijks komt? Waarom? Nou, misschien vindt ze die video's wel leuk, maar wil ze gewoon even een mening uiten. Niet, nee. Ja, waren... waren dus onwijs veel reacties over dat wij niks lusten. Komen ze allemaal. Weet je, niet iedereen kan alles lusten, weet je. Oh, maar er was ook nog iemand die had gereageerd. Waarom zo'n haat op Jamie? Dus er was ook nog iemand die van je hield, Jamie. Nee. Die het zielig vond voor je. Ja. Met een mooie hondenprofielfoto. Er was ook nog iemand vond het ook nog een kunt video. Ja, ja, ik vind het ook echt wel een kunt video. Deze vind ik ook wel kunt. Ik vind jullie video's niet zo heel leuk, maar deze wel. Ik kijk jullie video's normaal nooit, maar op zich wel leuk. Oké. Deze kan ook weer niet schrijven. Stop van met filmpjes te maken. Dit is geen goede grammatica. Nee, dit is geen goede grammatica inderdaad. Ik haat jullie. Waarom kijk je dan? Oh, dit klonk echt als een koekoevertaler. Moet je nu horen op koekoevertaler. Ik haat jullie. Verwijder je kutkanaal. Niet voor jou. Verwijder zelf je kanaal. Anton, pardon. Dit is zo stom. Nou, ik weet niet of je die profielfoto hebt gezien. Wat? Het ruikt ook nog. Anton, pardon. Dit is Daarom zo Daarom heet hij waarschijnlijk zo.
Nou, dit was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe ook weer duimpjes omhoog. Wees allemaal even lief. Laat even een leuke Q&A vraag voor volg ons achter. Volg ons ook even op Instagram. Dat kan ook. Staat hier in beeld. En dan zou ik zeggen bedankt voor het kijken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Lekker een haatreactie te plaatsen, want daar houden wij van. En duimpje omhoog. Tot de volgende keer. Abonneren. Reageren. Dat lijkt me een goed plan. Joe. Ja, ik wou net zeggen, jij zegt altijd joe.